De herfinanciering van de schuldenlast van de staatsoliemaatschappij Suriname heeft als doel de uitstaande leningen af te lossen en een nieuwe lening aan te gaan. Dit vertelt de financieel directeur van Staatsolie, Agnes Moensi. Volgens haar is de nieuwe lening van $625 miljoen tegen betere voorwaarden aangegaan. Een hele belangrijke voorwaarde is dat de aflossingstermijn van de lening is verlengd naar 2025. Dus waar we deze 228 miljoen in de vorige oude situatie moesten aflossen in 2 jaar, ongeveer 114 miljoen per jaar, mogen we nu aflossen in 7 jaar. Ja? Wat betekent dat? Wat is het voordeel voor staatsolie? Het voordeel is dat als je minder aflost, dat je dus daardoor geld vrij krijgt. En wij hebben dus met deze herfinanciering die we gedaan hebben, hebben we ongeveer minstens $100 miljoen vrijgekregen. Die wij dan gaan besteden aan additionele investeringen in de productie en exploratie. Het programma waar de heer Elias er daarnet over had in de Nearshore. Het boorprogramma dat we in 2019 willen gaan uitvoeren. Daar is deze 100 miljoen voor nodig. En dan wil ik me haasten door te zeggen dat het is additioneel, zodat het goed begrepen wordt. Omdat we nu reeds uit onze eigen cashflow, wat we verdienen, daaruit investeren we reeds 100 miljoen in de productie. Moensi geeft verder aan dat deze herfinanciering ook nodig is om nog meer te investeren in de productie en exploratie. Een ander voordeel voor staatsolie is dat de nieuwe lening ook tegen een lagere interest en soepele voorwaarden is afgesloten. De relatie met de overheid in deze is dat de lening bij de overheid ook is afgelost. Ook hebben afgelost bij de banken en opnieuw hebben ondergebracht in deze lening. Dus dit bedrag van 261,5 miljoen hebben we dus gestort, afgelost bij de overheid gelijk na de herfinanciering. Plus nog een bedrag van 76 miljoen. En deze 76 miljoen heeft te maken met de bijdrage die de overheid heeft gedaan in de kosten van Merian in het jaar 2016. Toen staatsolie het heel moeilijk had met de lage olieprijzen. En daardoor die bijdrage in de kosten van Merian niet heeft kunnen doen. En dat heeft de overheid betaald als een soort voorschot. En dit bedrag hebben we dus terugbetaald aan de overheid van 76 miljoen. In totaal hebben we dus afgedragen aan de overheid een bedrag van 337,5 miljoen als gevolg van deze herfinanciering. De financieel directeur gaat ook in op de plannen voor de komende periode. Ook zij benadrukt dat het bedrijf zich tijdig en maximaal zal voorbereiden op de mogelijke olievondst, waar er minstens $1 miljard voor nodig is. De lening van $625 miljoen zal daarom ook ondergebracht worden bij de internationale investeerders. Ik zeg dat een relatie aangaan en onderhouden met internationale financiers neemt tijd. Ja? Dus het is belangrijk dat het niet alleen gaat om onze performance, maar om het vertrouwen dat ze in ons hebben. Dus vandaar dat je dat zo vroeg mogelijk kan inzetten. Ja? En het goede nieuws is, en dat hebben we in de directie al ook besproken, is als het moment er is dat we die internationale obligatielening gaan aankondigen, dat we de launch daarvan in Suriname gaan starten, omdat we ook die lokale investeerders en de lokale gemeenschap willen betrekken in dat proces. Maar het allerbelangrijkste, en dat mogen we niet uit ogen verliezen, is dat we die internationale kapitaalmarkt willen gaan leren kennen en willen betreden, zodat zij ons leren kennen, zodat zij ons ook vertrouwen in ons krijgen. En dat het proces, als we voor het grote geld straks moeten gaan, dat ook veel makkelijker kan worden en ja, de kans op succes ook groter wordt. Agnes Moensi, financieel directeur van Staatsoliemaatschappij Suriname. Zij is gisteren op een persconferentie omstandig ingegaan op de stappen die het oliebedrijf onderneemt om ook een speler te worden op de internationale markt.